Hij zei, hij heeft ook meteen een euthanasieverklaring laten opstellen. En hij zei in het begin tegen me, ja, als ik bedlegerig ben of als ik niks meer kan, dan moeten we het maar doen. Maar toen was het, als ik het nieuws nog kan zien. Zolang ik het nieuws nog kan zien, wil ik nog niet. Of zolang ik Esra, mijn zoon, nog kan zien. Zolang ik met jou nog kan praten. En die grens schoof steeds op tot hij helemaal niks meer kon. En toen zat hij nog zo aan het leven vast. Dat, ja, zo dat tegendeel van die man die zei, nou, het is klaar, ik ga dood. Mens hecht aan het leven. Ja.